Breda Nu. Je weet het meteen. Op woensdagochtend konden de eerste Bredanaars hun stem uitbrengen op het station. Een mooie locatie, omdat er veel diverse mensen komen. En het een mooie openingstijd heeft vanaf 6 uur 's morgens. Dat is altijd bijzonder om de mensen op die tijd te mogen ontvangen aan het stembureau. Hoeveel mensen hebben tot nu toe gestemd? Nu toe hebben 7 mensen gestemd bij ons in het stembureau, ja. En wat zijn uw verwachtingen voor vandaag? De verwachting is, het is altijd moeilijk in te schatten natuurlijk. Ik weet nooit hoe dat zo gaat. Het is ook het eerste raadgevend referendum. Dus hoe speelt het bij de mensen? Maar het moet altijd positief blijven. En ik hoop dat ze gewoon het opkomstpercentage van minimaal 30% halen. Zodat we toch vanavond goed kunnen tellen. En dat het referendum in ieder geval in die zin geslaagd is, zeg maar. Ik ben Peter Lichtvoet. Ik ben van de SP ben ik. En we staan vanmorgen hier om te folteren voor een nee. Een duidelijke nee. Waarom wilt u dat mensen nee stemmen? Nou, het associatieverdrag, wat gaat gebeuren, dat is niet goed voor de mensen. Het is niet goed voor de mensen daar en niet goed voor de mensen voor ons. Kijk, je moet mensen helpen, maar dan moet je het ook eerlijk doen en op een goede manier doen. En niet mensen allerlei dingen voor spieren, corruptie viert de hoogtij, dat is niet goed. Of mensen ja of nee stemmen is niet belangrijk voor Remco. Als ze maar gebruik maken van hun stemrecht. Het is een bijdrage aan democratie. En dat is altijd een bijzondere manier om mee te leven met in Nederland, zeg maar.